jaar is de temperatuur in Nederland boven de 30 graden uitgekomen. Eindhoven had de primeur. Dinsdagmiddag om 10:50 steeg het kwik hier als eerste tot tropisch. 30,1 graden, volgens de meteorologen van weeronline.nl. En dan is het officieel nog maar lente. De zomer begint pas vrijdag. Vorig jaar moesten we tot 18 augustus wachten voordat we landelijk konden spreken van een tropische dag. Toen werd het 32 graden. Dus was het lekker druk bij de strandjes in de buurt. Onder andere bij recreatieplas De IJzeren Man. Woensdag kan het nog warmer worden. Woensdagmiddag ontstaan buien met kans op flinke hagelstenen en lokaal behoorlijk wat neerslag. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 35 graden.